Nou, schouderinstabiliteit kan ontstaan na bijvoorbeeld een val op de schouder of op gestrekte arm of na bijvoorbeeld een explosieve worp. De spieren krijgen een flinke knal, waardoor er eigenlijk een soort disbalans ontstaat. En de spieren werken niet meer goed samen, waardoor ze de kop en de kom van de schouder niet meer goed bij elkaar houden. Nou, in deze video leg ik precies uit wat schouderinstabiliteit is en hoe we dit kunnen behandelen. Kijk even mee. Nou, schouderinstabiliteit wordt gecharakteriseerd door slap en zwak bindweefsel. En hierdoor wordt de mobiliteit van de schouder vergroot. Dus we kunnen extreem vaak ver bewegen in die schouder. Zowel in rotatie, dus in draaibewegingen, en ook wel in antiflexiebewegingen, zeg maar, zo naar achteren en naar voren met je arm. En uiteindelijk kan een instabiliteit ook leiden tot luxatie of subluxaties. Dus dat de schouder eigenlijk uit de kom gaat. En veel voorkomende klachten door een instabiele schouder zijn slijmbeursontstekingen, peesontstekingen, impingementklachten, dus inklemmingen in die schouder en ook gewoon pijn in de schouder zelf. Nou, ik ga je nu een stukje anatomie uitleggen hoe het er eigenlijk van binnen uitziet en wat nou belangrijk is om die stabiliteit van de schouder te verbeteren. Nou, als we even dieper ingaan op de anatomie, zien we hier de deltoïdespier, dat is de grote schouderspier. Die heeft niet zoveel met de stabiliteit te maken. Een klein beetje, maar in mindere mate. Maar als we het wat lager weghalen, zien we heel mooi de rotator cusspieren naar voren komen. En die rotator cusspieren, dat is eigenlijk een manchet die zeg maar om de kop zit van de schouder. Dus die verbindt eigenlijk de kom met de kop. En die vier spieren zijn de teres minor, infraspinatus, supraspinatus en hier aan de binnenkant de subscapularis. Deze vier spieren zorgen dus voor de stabiliteit van de schouder. En als ik hier even alle spieren weg ga halen, zie je hier heel mooi de botstructuren naar voren komen. Dit is de scapula, dit is de humerus. En die vormen eigenlijk een kop hier en een klein kommetje. Maar dat kommetje is heel vlak. Dus je kunt je voorstellen als die spieren er niet zouden zitten, dan valt eigenlijk die kop zo van de schouder af, van de schouderblad af. En daarom zijn die spieren heel belangrijk voor de stabiliteit. Hier zie je dus heel mooi die spieren, die houden eigenlijk heel mooi die kop mooi in het kommetje. En middels oefeningen kunnen we die schouderinstabiliteit heel goed opheffen. En denk dan met name dus in rotatieoefeningen, zowel exorotatie, dus naar buiten draaien, en endorotatieoefeningen, dan trainen we met name dus deze spieren en ook die subscapularis. Dus deze trainen we met endorotatie en deze met exorotatie. Het optillen van dumbbells, de side raises, dat is met name die supraspinatus. En we kunnen ook nog front raises doen naar voren. Dan trainen we met name dus die voorste spieren hier aan de voorkant. En met name dus die deltoïdius die hier zit, die trainen we daar eigenlijk ook mee. Dus al die spieren bij elkaar moeten we specifiek trainen om die stabiliteit te verbeteren. Nou, in het artikel hieronder heb ik nog veel meer waardevolle video's met erin ook oefeningen. Bedankt voor het kijken en wellicht tot de volgende video's. Hoi hoi! Thank you.